Consequenties van het coronavirus. Ik heb mijn vader net verloren hieraan. En ik zag op YouTube heel veel filmpjes waarbij mensen niet luisteren om thuis te blijven. Stay home. Je hebt het niet in de gaten hoe serieus dit is. Maar ik heb het meegemaakt. Mijn vader ging naar de Holika-verbranding. En hij is daar waarschijnlijk geïnfecteerd. Het heeft een poos geduurd voordat hij echt ziek werd. Hij begon wel dezelfde avond te hoesten, maar hij nam het niet serieus. En de consequentie is geweest dat hij op een gegeven moment in huis gevallen is, opgenomen is. En hij had koorts en hij kon weinig. En als je opgenomen wordt in het ziekenhuis, je kunt niet goed ademen. Dus je komt in een beademingsapparatuur. En die helpt je eigenlijk om beter te ademen. Dat gaat heel moeilijk. Dat is heel pijnlijk om te zien. Als je visite krijgt, en dat zijn vaak de mensen die dicht bij je staan, je kinderen of je partner. En in dit geval de kinderen die naar mijn vader toe gingen, die kwamen ook in 14 dagen quarantaine terecht. Dat houdt in dat je na het bezoeken van je vader gelijk naar huis moet en van daaruit mag je alleen naar het ziekenhuis. Je mag nergens naartoe, je mag geen visite ontvangen. Alles wat je wilt regelen moet je via de telefoon. Geen fysiek contact met mensen. Maar als je thuis kinderen hebt, een partner hebt, dan is dat heel lastig. Vader is overleden. En dan komt het heel lastig gedeelte. Want je moet van huis uit alles regelen. Je mag nergens naartoe. En meestal wordt het lijk afgegeven waar je 14 dagen pas na het uitzitten van je thuisquarantaine naar de crematie mag. Dat is heel lastig. Vooral als er culturele rituelen verbonden zijn aan een crematie. Heel veel Creoolse mensen, Indiaanse mensen, Hindoestaanse mensen, Javaanse mensen, Chinese mensen, die verbinden zich aan rituelen. Soms is het zelfs zo dat de rite binnen één dag eigenlijk al uitgevoerd moet worden na de dood van zo'n persoon. In dit geval gelukkig dat wij na 14 dagen de lijk krijgen, zodat wij kunnen zorgen voor een crematie. Maar het heerst zo erg dat je niet weet of je gelijk een plek krijgt in een crematorium. Ik zag op video op YouTube dat heel veel Surinaamse mensen zich niet houden aan de lockdown, niet houden aan de stay home. Dat houdt in dat als er een avondklok daar is, dat mensen toch naar buiten gaan, toch feest gaan vieren, op straat gaan, beledigend zijn naar agenten bijvoorbeeld. Dat kan niet. Want als jij geïnfecteerd bent, raken andere mensen geïnfecteerd. Want als je in contact komt met een ander, dan is die geïnfecteerd zonder dat je de persoon nog hebt aangeraakt. De persoon kan in je hele dichte omgeving aanwezig zijn en kan geïnfecteerd zijn. Hou daar rekening mee. Wij mensen die naar iemand toe gaan die geïnfecteerd is, het is heel moeilijk om je geliefde, je vader of kinderen te zien in een ziekenhuis waarbij hij heel moeilijk kan ademen. Dat is heel pijnlijk te zien. Jij als bezoeker die naartoe gaat, die moet een mondkapje op, een muts op, een bepaalde kleding heb je op, een bril heb je op. En dat is zo moeilijk, de handschoenen die je op hebt, maar het allermoeilijkste is het mondkapje.
Het mondkapje die je draagt, dat heeft hier een ijzerstukje in en heeft twee elastiekjes die heel strak om je hoofd heen gaan. En dat doet pijn. En je mag 6 uur binnen blijven in een bezoek naar de patiënt toe. Dus dat betekent als je 6 uur zoiets op hebt, dat doet ontzettend veel pijn. Ook de verpleegsters vinden dat pijnlijk voor hunzelf, om dat constant op te hebben. Hoe moeilijk is dat? Maar het moeilijkste komt pas als je hoort dat de patiënt overleden is. Stel je voor, jouw vader is overleden. Dat betekent 1, dat je van huis uit alles moet regelen. Jij mag er geen eens bij zijn. Dus dat betekent dat je alle verantwoording bij een ander neerlegt. 2, dat betekent ook dat jij 14 dagen thuis moet zijn. De rituelen door een ander verzorgd wordt. De crematie door een ander verzorgd wordt. En dat jij eigenlijk van huis uit met de livestream alleen mag meekijken. Hoe pijnlijk is dat niet? Nog erger is dat er maar 10 mensen aanwezig mogen zijn bij zo'n crematie. Nou, als je denkt aan Surinaamse gezinnen, vader, moeder, kinderen, kleinkinderen, grootouders, dan red je dat geen eens. Dan is 10 te weinig. Los van dat buren, familie en kennissen bij de crematie mogen. Hoe moeilijk is dat niet? Mensen, denk eraan. Neem verantwoording voor jezelf en naar een ander toe. Dit is geen video om bedweterig te zijn, om aandacht te trekken. Dit is een video omdat wij in Nederland zien hoeveel mensen op straat gaan en dan de politie belachelijk maken. Zo hoort het niet. Heb respect voor de president van het land die aangeeft: stay home, blijf thuis. Dat zeggen ze niet zomaar. Mensen, alsjeblieft, take care. Denk aan jezelf en denk aan de ander. Leef en laat leven. Dankjewel.